In de hoek van deze afbeelding wil ik graag vier foto's plaatsen. Deze foto's zijn 250 bij 250 pixels groot. Ik heb ze hier al geopend en op maat gemaakt. In deze videoles laat ik zien hoe je gebruik kunt maken van hulplijnen om de foto's op de juiste plek te zetten. Om te beginnen zet je de linealen aan. In het menu weergave vink je aan linealen. Of je gebruikt de toetscombinatie Ctrl-R. Aan de bovenkant en aan de linkerkant zie je nu de linealen verschijnen. Deze geven nu centimeters aan. Je kunt de linealen ook op pixels zetten. Klik dan met rechts op de lineaal en kies in het menu dat verschijnt voor pixels. Je kunt nu zien dat deze foto 1500 pixels breed is. Ik wil hier nu hulplijnen gaan zetten, zodat de vier foto's gemakkelijk te plaatsen zijn straks. Je kunt natuurlijk hulplijnen op verschillende manieren maken. De meest eenvoudige manier is als volgt: je klikt in de lineaal en je sleept er als het ware een hulplijn uit. En op de foto laat je die los. Dit is een horizontale lijn. Voor een verticale hulplijn sleep je vanuit de lineaal aan de linkerkant. Je kunt meerdere hulplijnen op de foto plaatsen. Als je de hulplijn wilt verplaatsen, dan maak je eerst het gereedschap verplaatsen actief. Dat zit bovenaan in de gereedschapsbalk. Je klikt op de hulplijn en je sleept deze naar een andere plek. En als je de hulplijn wilt verwijderen, dan sleep je deze terug. Je wilt bijvoorbeeld de horizontale hulplijn op 50 pixels van de bovenrand zetten, omdat je de foto's daar wilt plaatsen. Soms is het lastig om precies die 50 pixels te vinden. Druk dan op de Shift-toets, dan kun je de lijn alleen op tientallen zetten en dan is die 50 gemakkelijker te vinden. De foto's zijn 250 pixels hoog. Dus ik plaats ook een lijn op 300 pixels. Er moet nog een foto onderkomen ook met een tussenruimte van 20 pixels. Op 320 moet er dus ook nog een lijn komen. En op 570 pixels ook voor de onderkant van de onderste foto's. Dit herhaal je met de verticale lijnen. Nu heb je hier vier vakken gecreëerd waar je straks de foto's gemakkelijk in kunt slepen. Daarover straks meer. Je kunt de hulplijnen eenvoudig verbergen via het menu Weergave, Tonen. Hulplijnen. Of je gebruikt de toetscombinatie Ctrl-H om alle extra's, zoals de hulplijnen, te verbergen. En je toont ze weer met de toetscombinatie Ctrl-H. Als je in het menu Weergave de hulplijnen vergrendelt, dan kun je ze niet meer, al dan niet per ongeluk, verplaatsen. En als je de hulplijnen wilt verwijderen, dan kies je voor Hulplijnen wissen. Er zijn meerdere manieren om hulplijnen te maken. Je kunt in het menu Weergave ook kiezen voor Nieuwe hulplijn. In het venster kies je dan voor Horizontaal of Verticaal en je kiest het aantal pixels waar die hulplijn moet komen. Bijvoorbeeld die 50 voor de bovenrand. En je klikt op OK. Het is wel een hoop werk als je veel lijnen moet zetten. Ik ga nu ook niet al die lijnen van de net op deze manier maken. Er is daar namelijk een snellere manier voor. Je kiest daarvoor in het menu Weergave Voor nieuwe layout van hulplijnen maken. De bestaande hulplijnen wil je wissen, dus zorg ervoor dat dit vinkje aanstaat. Je wilt kolommen en rijen maken, dus die vink je ook aan. Photoshop heeft onthouden wat ik een andere keer gebruikt had. Ik zet even alles op nul. Je wilt twee kolommen en twee rijen maken zodat je vier hokjes hebt om je foto's in te plaatsen. Dat vul je in. De breedte en de hoogte van die vier fotootjes zijn 250 bij 250 pixels. Ook dat vul je in. Linksbovenin zie je nu de vier vakken verschijnen. Maar je wilt graag een tussenruimte van 20 pixels tussen die foto's. Die kun je hierin vullen. Dit begint erop te lijken maar de vakken staan nu nog bal tegen de bovenkant en tegen de zijkant aan. Daar wilde je een marsje van 50 pixels. Je vinkt dus Marsje aan en je vult 50 pixels in bij de bovenzijde en bij links. Die andere twee staan op 20. Die kun je op 0 zetten, maar dat doet er verder niet toe. De hulplijnen zijn klaar. Dus je klikt op OK. Nu kun je de vier foto's in de vakken plaatsen. Mijn foto's heb ik eerder al op maat gemaakt, 250 bij 250 pixels. Je maakt een foto actief. Je kunt nu de foto met de muis slepen naar het tabblad en in de basisfoto zetten. Als je daar niet handig in bent, kun je ook met Ctrl A de foto selecteren. Met Ctrl-C de foto kopiëren. Dan de andere foto actief maken. En met Ctrl-V de foto erin plakken. En met het verplaatsgereedschap actief, plaats je de foto in het vakje. Je zult merken dat dat heel gemakkelijk gaat, omdat de hulplijnen als het ware magnetisch zijn. Is het bij jou niet het geval? Controleer dan even of magnetisch wel aanstaat in het menu Weergave. En of de hulplijnen ook inderdaad magnetisch zijn. Dit doe je nu ook met de andere drie foto's. Zelf vind ik slepen gemakkelijker, dus dat doe ik nu. En met Ctrl-H verberg ik de hulplijnen weer. Als je graag een klein randje om de fotootjes wil, dan dubbel klik je op de laag van een van de fotootjes. En hier links klik je op lijn. Zorg ervoor dat je echt op deze regel klikt en niet alleen dit vakje aanvinkt, want dan krijg je de lijnopties niet aan de rechterkant te zien. Ik kies nu een grootte, de positie en een kleur voor de rand. Bij mij staat het al goed ingevuld dus ik klik op oké. OK. En ik heb nu een wit randje om dit fotootje heen staan. Om de rand ook heel snel bij de andere drie foto's te zetten klik je nu met rechts op de laag waar je net de rand in hebt gezet. Ik kiest hier voor laagstijl kopiëren. Nu selecteer je de andere drie lagen. Je klikt met rechts in een van die lagen. En je kiest voor Laagstijl plakken. De collage is nu klaar. Wil je ook graag beter leren Photoshoppen? Volg dan de duidelijke cursus bij Photoshop Plezier.